Hier gaat het om, het kruispunt van de burgemeester van Hooflaan met de Dorpstraat. Twee doorgaande wegen in het centrum van Veldhoven. De stoplichten die er stonden zijn voor de reconstructie weggehaald en daarvoor in de plaats kwam een weerwar aan afzettingshekken en paaltjes. Je krijgt een bord en dan over 100 meter weer een bord en dan is het rechtsaf dicht of je krijgt een andere baan en ja, moet je toch opletten. Ik moet zeggen, ik rijd niet meer naar deze kant, ik rijd helemaal achterom. Ja, je moet eigenlijk gewoon stoppen en dan eigenlijk de voeten oversteken. Het gaat vlug. En auto's rijden nogal flink door hier op dat stukje. Ze hebben daar van die drempels neergelegd. Dat scheelt wel iets. Maar ja, gisteren was het dan toch inderdaad raak. En dan gaan ze het inderdaad wel in één keer aanpassen. Maar waarom moest er eerst een slachtoffer vallen, vragen veel Veldhovenaren zich af. Ik snap die vraag. Ik bedoel, ik heb boosheid gezien, ik heb kwaadheid gezien bij buurtbewoners. En gisteren was ik natuurlijk ook heel boos en kwaad op wat er gebeurd is. Maar ja, we maken een keuze tussen aan de ene kant de bereikbaarheid van winkels, van de woningen. En aan de andere kant de verkeersveiligheid. En die keuze is helaas fataal uitgevallen gisteren. U maakt eigenlijk nu een diepe buiging. Dit hou je natuurlijk je hele leven bezig, wat hier gebeurd is gisteren morgen.